We staan hier met Hendrik-Jan Lovink, eigenlijk de, ja, de godfather van de motocross op de Zwarte Cross, ja, mogen we wel zeggen. Ja, dat is wel goed. Ja, het is een bijzonder jaar, want het is bijvoorbeeld ook het eerste jaar dat de zijspanners hier hun finale rijden. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, ik ben heel benieuwd. Vorig jaar hebben ze voor het eerst hier zeg maar, een soort van demonstratiewedstrijd gereden. En daar hebben we heel veel goede reacties op gehad. Ik vond het zelf ook super vet. En ja, nu is het inderdaad ook echt een meetellende wedstrijd. De finale van de Dutch Masters. Maar dan ook voor de quads en voor de zijspanners. Dus dat wordt wel een spektakel, denk ik. Ja. Ja, zeker op die baan. We hebben er net even een rondje over gelopen. Hè. Er is behoorlijk veel werk ingegaan dit jaar om hem toch weer net weer even beter te krijgen. Ja. Kun je dat een beetje opsommen wat voor jou de belangrijkste punten waren dit jaar? Nou ja, vorig jaar was de grootste klacht was eigenlijk dat sommige hekken niet fijn stonden en dat er natuurlijk veel te veel stof was. En we zijn nu al weken bezig om elke avond de baan te sproeien. En, maar dat is volgens mij, ligt de baan er nu super bij. En dus we hebben ook wat gedaan met de klachten die er waren. En volgens mij is het nu helemaal goed. En de KNV heeft de keuring gedaan, die is enthousiast. Dus nou, volgens mij is het nu perfect. Dus al die grote WK-rijders en zo, die kunnen hun lol straks niet op hier met al die fans langs de baan. Ja, dat wordt nog spannend natuurlijk. Koldenhof kan nog kampioen worden. Volgens mij wordt het super spannende wedstrijden, want het ligt allemaal dicht bij elkaar. En dat is alleen maar mooi. Ik vind het ook cool. Dan kunnen we met z'n allen mooi even Klein Koldenhof even half staan en even naar de overwinning juichen met z'n allen. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nog eventjes terug naar vorig jaar, want dat zag er eventjes naar uit toen de kalender uitkwam van de MXGP. Dat die Zwarte Cross gelijk zou vallen. En dat is voor jou natuurlijk nat dan. Hoeveel heb je moeten doen om die Zwarte Cross uiteindelijk een week verplaatst te krijgen? Nou, dat hebben we. Ja, goed. Kijk, die Longo, dat is natuurlijk een mafioso baas. Dus het is gewoon een kwestie van geld schuiven. En dan, nee, schrappen. Nee. We hebben de KNV die heeft contact gehad met Longo. Want die hebben natuurlijk ook belang van. Ja, shit. Dit valt samen. Een groot probleem. En in dit geval heeft Patrice van de KNV is daar in contact geweest met Longo. Ja. En we willen natuurlijk allemaal super graag hier de wereldkampioen zien. Maar ja, dat wordt dit jaar een moeilijk verhaal, denk ik. Ja, Jeffrey kan er helaas niet bij zijn. En waarschijnlijk ook nog volgens mij de wedstrijd na de Zwarte Cross niet. Dus hij heeft natuurlijk gelijk dat hij voorzichtig is met zijn blessure. En dat hij daar gewoon de tijd voor neemt om te herstellen. Maar wel jammer voor ons. Maar misschien dat hij nog even een colaatje komt drinken. Ja, precies. Dus allemaal maar juichen voor Koldenhof dan. Nee, dat vind ik ook. We moeten dan juist, natuurlijk. Als Jeffrey er niet is, dan staan we ook sowieso natuurlijk. Maar dan gaan we achter Glenn staan en dan moeten we die eens even. Want die moet nog wel wat punten inhalen. Dus die kan het goed gebruiken, denk ik. Dankjewel.